De afgelopen maanden hoorden we zelden tot niets van Maan. Daardoor doken de gekste geruchten op. Maan zou bijvoorbeeld aan de verboden middelen zitten en zou kampen met een burn-out. Ook werd bekend dat ze heel 2024 niet zou optreden, maar vandaag is Maan terug. Aan Volk vertelt ze de tijd genomen te hebben om Maan zichzelf te werken. Maan heeft gereflecteerd, gereisd en zichzelf herontdekt. Maan wil het over een andere boeg gooien. Het is niet dat ik mijn oude muziek niet meer leuk vind. Maar ik. haar muzikale pauze heeft haar nieuwe inzichten gegeven. Ik heb ervaren dat het goed is om uit te zoomen. Ze is teruggegaan naar de basis, op het moment dat de wereld om haar heen de volumeknop open te rijden, zo stelt ze. Maan is net terug van een schrijverskamp in Noorwegen. Daar heeft ze een nieuwe single gemaakt en die komt morgen uit. Om 8.30 uur kun je het nummer Paranoia op YouTube beluisteren als ze nog samen is met Karel van Koldband. Meerdere juiste kanalen vermoeden dat het niet goed ging tussen de twee. Op de Instagram pagina's van Maan en Karel stond geen enkele foto meer van elkaar. Ook liketen ze niets meer van elkaar. Gisteren postte Maan weer een bericht, en toen besloot Karel het toch maar te likken. Hij schreef ook een hartje. Maan reageerde daarop met de woorden 'nieuw' en'